toppers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. En vandaag heb ik echt iets heel erg grappigs. Je ziet toch wel eens van die spellen voorbij komen op TikTok, of van die advertenties. En dan denk je van, ja, dat kan toch niet leuk zijn? Nou, die spellen ga ik dus uitproberen. Ik heb ze gedownload, 5 spellen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd. Misschien is het wel heel erg leuk, misschien ook niet. Wel even een disclaimertje van tevoren. Ik word absoluut niet gesponsord door deze video's. Raad ze ook niet aan om te downloaden en ook absoluut geen aankopen te doen in de app. Vergeet natuurlijk even niet te liken als je de video leuk vindt. Vergeet natuurlijk ook eventjes niet te reageren. En natuurlijk eventjes te abonneren. En dan gaan we nu door naar het eerste spel. Veel kijkplezier. Hoppa! Zo. Dan gaan we beginnen naar het allereerste spel. Nou, ik weet zeker dat jullie deze allemaal wel hebben gezien. Count Master. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Oh, dat is met die poppetjes en dan moet je zoveel mogelijk Ja, ik heb echt geen idee. Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Hold and move. Ik ga gewoon doen wat er staat. Plus 100. En dan? Oké. Plus 40. En dan moet je zo ver mogelijk komen. Oké. Oh. Oeh. Keer 5. Oké, level 1 gehaald. Huh? Hè? Ik snap het. Ik krijg nog zo'n kutreclame van een ander kutspel. In je kutspel die je al hebt gedownload van die kutreclame van TikTok. Oh, dan moet je hier nog lang op wachten. Oh, wat een onzin. Level completed. Next level. Oeh, we zitten op 20%. Oké, wat gaan we doen? Plus 80 of plus 60? Nou, ik denk plus 80. Plus 100. Hoppa. Ik kan niet naar plus 60 dan. Even serieus. Wat is dit? Bijna het maximaal aantal. Keer 5. Nou, ik word hier zo stomziek van. Letterlijk, na elk potje krijg je dus reclame. Oh, ik kan nu doorklikken. En dan moet je weer wachten. Ja, ik ben heel klaar met dit spel. Jongens, download dit niet. Dit is toch een onzin? Je krijgt letterlijk, na elke ronde krijg ik reclame. Wat een gezeik. Ik ga nog 1 keer spelen. Ik ga nog 1... What the fuck? ...keer spelen. En daarna gaan we gewoon door naar het volgende spel. Plus 8, let's go. Oh ja, tuurlijk. Oh, dan ga ik naar keer 3 of keer 6. Oh, plus 5, plus 10. Hoi, bonus. Oh. Tap. Bam, plus 40. Zo, worden even 9 met. Weer reclame. En dan moet ik hem weer gaan downloaden. Nee, ik kap met het spel. Ik kap ermee. Dus jongens, download dit niet. Ik zet hem gewoon uit. Ik ga het een ster geven van 5 sterren. 5 is het best. 1 is slechts. 2 sterren. 3 als er niet zoveel reclame in zat. Ik ben heel eerlijk, ik vond het echt gereed aan. Ik kan niet geloven dat mensen dit echt serieus gaan spelen. We gaan door naar het volgende spelletje. Wood Turning 3D. Tap to play. Oh, ik heb echt... Wat is dit? Accept. Nu allemaal van die stomme reclame eronder. Oh, je moet... Ah, je moet zo'n ding maken. Ah, kijk. Zo, wat ben ik goed. Ik kan dit echt goed. Zo. Het hoekje eraf. Kijk. Oh, ik heb hem volgens mij gesloopt. Maar kijk, als je dan wil repareren, dan moet je weer een advertentievideo kijken. Kijk, dit duurt me dus al veel te lang. Dit duurt me echt veel te lang. Ik ga gewoon slopen. Hoi! Hey, daar gaat... Oh, nou, zo. Dat gaat wel een stuk harder. Ik moet gewoon hard drukken. Ah, kijk. Hop. Kijk, hop. Ah, oké. Zo, dat gaat een stuk harder. Nou, we zijn bijna klaar. Nou, wat vinden jullie van mijn... Hoe noem je dit? Een dumbbell? Nee, ja, wel een dumbbell. Dit noem je een dumbbell in de sportschool. Wat vind je trouwens van mij? Wauw. Een sportschool, hè. Nee, echt een zaadspel. Ik kap ermee. Echt een goed spel. Ik vind het mooi geweest. Ik ga beginnen met het aantal sterren. Deze geef ik 2,5 ster. 2,5 ster. En waarom? Hij heeft een halve ster meer dan de vorige. Want er zat geen reclame doorheen als je klaar was. Dat vind ik een pluspunt. Ik vond het saai. Ik snap dat het voor heel veel mensen ontspannend kan zijn. Maar voor mij was het gewoon te traag. En ik word er gewoon helemaal gek van. Ik word er gewoon helemaal kriebelig van. Dan gaan we door naar... Slice It All. Dat is het derde spel dat ik heb gezien. Slice It All. Oh, dat doet me denken aan Fruit Ninja. Slice It All. Denk ik. Tik om te... Herleven. Oh, hé? Je bent dus af. En dan moet je weer een reclame kijken voordat je verder kan naar de volgende. Ik heb hier ook echt het geduld voor. Oké, maar dan moet je dus... Hop! Er staat... Moet je tikken? Oh, je moet dus door blijven tikken. En dan maakt hij elke keer een salto. En dan moet je het allemaal slicen. Tik. Oh. En dan moet je weer verder. Letterlijk, na elke beurt dat je afgaat, krijg je een fucking reclame. Dit is niet goed voor mijn hart. Sorry jongens, normaal ben ik niet zo geïrriteerd, maar...
Ik ga ineens meer verder, jongens. Rating van het spelletje. Wat was het nou? Slice It All. Nou, ik geef het een 1,5. Ten eerste, ik vond het niet duidelijk staan hoe het spel werkte. Ja, er stond tik. Maar ja, ik tik één keer. Dan gaat ik. Blijkbaar moet je dus meerdere keren tikken. Nou, daar kwam ik pas na 3 keer achter. En je krijgt na elke keer dat je af bent, krijg je reclame. Ik word helemaal kriebelen van die kutreclames. Dan gaan we nu door naar het Flying Kut spel. Hatja! Spel nummer 4. Flying Kut. Nou, we gaan het spel eens even openen. Tutorial. Oké. Okay. Voor mij kreeg ik oprecht net een reclame van dit spel. In het vorige spel. Ah, oké, dit vind ik leuk. Kijk eens, ik slice die bananen. Oh, oké, ik ga naar de jackpot. Kom op, in het midden. Kom op, kom op. Oh, ik ben heel erg. En dan krijg ik opeens een reclame van 2 meiden in hele korte rokjes, in hele korte hemdjes. Heel random. Maar ik heb het wel goed gedaan. Ik vond het tot nu toe een van de leukste spellen. Maar je krijgt natuurlijk weer reclame. Yes, dat is leuk. Ik heb wel de jackpot gehit. Ik ben erg. Ik ben heel erg. Holy shit. Ik ben de beste flying kut speler. We gaan nu door naar het echte spel. Ik ben echt. Holy shit. Oké, we gaan de potloden slopen. Pam, pam, pam. Dit is wel. Wow, so satisfying. Oké. Kijk. Hoppa. Oh, maak je een grap. Ik zit midden in mijn spel en ik krijg een reclame. Kijk, dat het nou, dat vind ik ook irritant dat het na het spel gebeurt als je af bent. Maar dit is midden in mijn spel. Al die reclames staan natuurlijk dat je denkt van, oh, ik ga het kopen zodat ik geen reclames meer heb. Maar niet doen. Download deze spellen sowieso niet, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dan gaan we nu door. Level 2. Oh, het spel was wel afgelopen. Nou, ja, ik vind het spel mooi geweest. Ik heb denk ik wel een duidelijk beeld van het spel Flying Kut. Ik heb de tutorial gedaan en level 1. Nadeel is natuurlijk weer die stomme reclames, maar goed. Dat weten we inmiddels wel. Ik vond het tot nu toe wel het leukste spel. Ik geef hem 4 uit 5. Oprecht. Vond het best wel leuk. Ja, leuk spel. Gaan we nu door naar het volgende spelletje. Laatste spel. Spiral Roll. Oh, dat is weer een beetje hetzelfde als Wooturning. Nou, we gaan het spelletje gewoon open. Spiral Roll. Oh, maar dit ziet het. Nou, dat is niet hetzelfde. Het is een beetje hetzelfde als het vorige spel. Oké, Roll to Dick. Oké, nou. En dan moet je hier loslaten waarschijnlijk. Oké. Ik ben tot 5 gekomen. Laat me raden. Ja hoor, reclame! Ik snap het doel nog niet helemaal van het spel. Dat kan misschien een beetje aan mij liggen, maar ik ga het even nog een keer proberen. Je moet wel geduld hebben als je dit soort spelletjes wil spelen. Ja, nee, deze lach is als een boomer kiespijn. Ik moet denk ik een zo groot mogelijke rol maken. Oké, hop. Tik, maar waarom komt hij dan maar tot 5? Oké, ik heb even uitleg gekregen. Je moet dus zoveel mogelijk kleintjes maken. En dan moet je zorgen dat de laatste het hardste weggeschoten kan worden. En dan moet hij zo hoog mogelijk komen. Dus ik ga het nog 1 keer proberen. Oké, laatste kans om te proberen. Dus tik. Maar nu had ik dan wel weer zo grote moeten maken. Oké, ik vind het helemaal goed. Ik ga geen video meer kijken. Nou, dan gaan we naar de review van het laatste spel. Wacht, hoe heet het laatste spel ook alweer? Het laatste spel heet de Spiral Roll. Ik denk als je het spel begrijpt en een beetje weet hoe het moet, dat het dan best wel grappig kan zijn. Voor mij was het een beetje lastig, maar goed. Ik speel gewoon nooit dat soort spelletjes, dus ik heb echt geen idee hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik geef het 3 sterren. Nee, dat is niet waar. Dat is gewoon nog steeds een voldoende. Maar ik vind het geen voldoende. Ik geef het 2 sterren. Als ik het begreep, had ik het 3 sterren gegeven. Als jullie willen dat ik nog zo'n video maak, dan hebben jullie pech. Want ik ga me niet meer dood lopen irriteren aan al die stomme reclames. Dus dat ga ik gewoon even niet meer doen. Laat even weten welk spel jij het leukste vond. Voor een leuke video, like, abonneer, doei!